Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag weer zo'n experimenteerdoosje. Deze heet Gekke Moleculen. En dan staat er: maak vloeistof tot glibber. Dit is van Cosmos en het is voor kinderen vanaf 8 jaar. Met deze set kun je hele grote moleculen maken en dan kun je ook nog met kleur en vorm experimenteren. We hebben al verschillende van dit soort doosjes laten zien. Dat is ook iedere keer hartstikke leuk om weer te proberen. En vandaag hebben we de volgende. Je kunt er allemaal verschillende dingetjes mee maken. Verschillende reuzenmoleculen zoals slangen of kwallen. En je wordt dan glibbermeester. Nou, dat wilde ik altijd al worden. Dus dan heb ik hier het perfecte voor mij. We gaan de set eens even uitpakken en wat beter bekijken. Zo, hier hebben we een klein maatbekertje. Hier hebben we 2 pipetten. Hier hebben we 2 reageerbuisjes. Die zijn van plastic gemaakt, niet van glas. Dan hebben we hier nog een spatel. Daarmee kun je roeren. Hier hebben we nog een bekertje. En hier hebben we onze chemicaliën. Dit is calciumlactaat. En wat hebben we hier dan? Moleculenvloeistof. Dit is een natriumalginaat oplossing. Je kunt het alleen maar gebruiken met de instructies, niet op andere manieren gebruiken, staat erbij. En dan hebben we hier nog zo'n moleculenoplossing. Dit is wederom natriumalginaat. Alleen deze heeft een andere kleur. Ik denk dat dit dan gekleurd is met kleurstof, zodat je verschillende soorten glibber kunt maken. Dan gaan we eens eventjes kijken wat er verder nog in zit. En wat mag dit dan zijn? Je hebt er geen plakkertjes bij zitten. Goeie vraag. Gaan we vast nog wel uitvinden wat het is. En hier hebben we dan de instructies. Die handleiding die ziet er heel mooi uit met duidelijke plaatjes. En er staan de beschrijvingen bij van hoe je dat maakt en hoe je die oplossing gebruikt. En dan heb je verschillende proefjes. Proefje 1, proefje 2, proefje 3 en 4 en 5. Dus je hebt 5 verschillende proefjes die je kunt doen met deze set. En dat gaan we natuurlijk ook proberen. Misschien gaan we gewoon beginnen met het eerste proefje. Dan doen we het in chronologische volgorde. En dat komt dan in de volgende video. Dit is wat er allemaal bij zat. En ik heb net uitgevonden wat dit te betekenen heeft. Dit is een standaard voor je reageerbuisjes. Die moet je nog eventjes vouwen. Kijk, deze gaatjes die kun je eruit halen. En daar moeten uiteindelijk de reageerbuisjes in komen. Maar ook dit gaan we de volgende keer doen. Ik hoop dat jullie mijn video leuk vonden tot nu toe. Geef me een duimpje omhoog, laat een leuke reactie achter. En vergeet natuurlijk niet je op het kanaal te abonneren. Dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!